allemaal hartelijk welkom voor de culinaire wandeling in Turnhout. We gaan een wandeling maken, 4 uurtjes zal die verlopen, maar tussendoor, niet bang zijn, we gaan ook eens eten, kunnen jullie uitrusten. En je gaat zeker leuke en gezellige plaatsjes bezoeken in Turnhout. Sommigen kennen die misschien, sommigen niet. En ze zijn doorspekt met leuke verhaaltjes. We zijn er allemaal klaar voor? Ja, dan starten we. Kom maar mee. De culinaire wandeling Lekker Turnhout is de ideale manier om de smakelijkste kantjes van de Binkenstad te ontdekken. Een enthousiaste gids neemt u mee naar 3 gerenommeerde horecazaken en vertelt onderweg over de mooiste plekjes van de stad. We zijn hier in de Turnhoutse straatje, bescheten straatje van vroeger. Dat was een klein straatje, ook wel genoemd Rue Royale of de Vossenpijp, maar nu Ter Driessen. En die mensen die hier woonden hadden last dat hun schouw niet goed trok ten gevolge van die bouw daar langs. En dan kwamen ze tot besluit, we gaan onze schouw eens laten verhogen. Een oud Christusbeeld heeft geen armpjes meer, maar die hing aan de binnenkant tegen de schouw om eigenlijk de boze geesten te verjagen. We gaan verder en het is tijd geworden voor ons eerste hapje. Nu zitten we dus eigenlijk op de plaats waar onze prins en prinses vertoefd hebben bij het bezoek aan Turnhout. Het is eigenlijk iets uniek dat je nu hier bent op een plaats waar je misschien niet gedacht had van ooit te komen. Hè? En als eerste hapje heeft u dus een glaasje gevuld dus met een mousse van avocado met daarbij een mousse van grijze garnaaltjes met gevuld dus met wat grijze garnaaltjes. Alsjeblieft, smakelijk eten. Dank u. We staan hier bij de kapel van de Franse congregatie. Dat waren juffrouwen die hun opleiding in het Frans gekregen hadden en die wilden ook een Franse mis horen. En die moeten eens binnengaan om te zien voor welke heiligen dat we hier kunnen bidden. Kom maar mee. En dit achter mij, dat is wel de bijzonderste. Dat is dus de patroonheilige van de hopeloze gevallen. Heel veel komen hier studenten bidden. En dan hangen soms van die kleine vignetjes erop, geel plakbriefjes. Sommigen hebben de traditie, je moet je eigen naam op durven zetten. Dat je dat verzoek doet. En dat is om te slagen in de examens. Hangen er heel dikwijls op. Nu hangen er geen, maar tegen de bloktijd gebeurt. Toerisme Turnhout verkoopt voor ons altijd hetzelfde menu nu. In principe kan het zijn wat ze zelf willen. Maar nu doen ze paardeloenfilet met oesterzwammen en geconfijte shallot en een rode wijnsausje met sherry. En mensen kunnen dan ook nog het visgerecht kiezen. Dat is dan heilbot gepaneerd in groene kruiden. En dan met zeekraaltjes en gebakken krielaardappeltjes en een witte wijnsausje met groene kruiden afgewerkt. Als we de geschiedenis van Brepels even aan doorlichten, dan weten we dat Brepels hier aan de straatzijde begonnen is met zijn fabriek. Zij hadden 1 zoon, zo kunnen rijk worden, en die huwde met deze Duitse dame Josephine de Sauer uit Aschaffenburg. En zij was dan de dame die hier de fabriek overnam. Zij liet hier, moet je zien wat een prachtig bereeltje dat ze liet bouwen. Dat waren de paardenstallen. Je moet dus indenken dat de mensen achter de gebouwen, waar nog een steegje was, in arme krotten woonden, zo rijkelijk woonden ze. Hier stond al, en ook op haar kasteel, het Hadzandkanaal, stond al eigenlijk een kerstboom, een van de vroegste van België. Nu gaan we van die sterke. Oké, dat is goed. Goedemiddag, welkom in ons theehuisje, zou ik zeggen. Jullie gaan een bloemetjesgang speciaal doen. Dat is een specialiteit met koekjes en pralinetjes
een ijsje daarbij en thee of koffie naar believen. Het is zeer de moeite, ja. Ik vind het eigenlijk heel interessant ook, hetgeen we gekregen hebben in Turnhout. Veel zaken die wij nog niet kenden. Toch dan zijn we dus van Turnhout zijn. En tegelijkertijd ook die oponthoud iedere keer bij Hotel de Driessen. En dan de wereld, het eten was heel goed. We zien het wel, hè. We krijgen het niet op. Het is veel en lekker. We mogen een keer proeven als je wilt.